Fairtrade is een initiatief dat tot doel heeft om het mondiaal wereldsysteem te veranderen en te herdefiniëren. Het systeem dat we willen aanpakken is eigenlijk het systeem van mondiale handel, van mondiale landbouw en voedselproductie. En wat dat wij eigenlijk willen doen is dat wij willen samenwerken met producenten, bedrijven, consumenten en overheden, zodanig dat zij actie gaan ondernemen om bij te dragen aan een soort van positieve dynamiek, een positieve spiraal, waarbij daar zaken als expertise, kwaliteit en ondernemerschap eigenlijk gaan samengaan met respect voor mensenrechten en voor het milieu. Daarom proberen we iets te doen via het Fairtrade-systeem met de minimumprijs en de premies. De premies die worden gebruikt door de coöperatieven om opnieuw te investeren in het verbeteren van kwaliteit en kwantiteit van de productie. Maar het gaat eigenlijk verder dan dat. We doen ook aan politieke beleidsbeïnvloeding, we doen aan bewustmaking van consumenten en we gaan ook een stapje verder met bedrijven die meer willen doen en die bijvoorbeeld projecten rond een leefbaar inkomen willen ontwikkelen. Fairtrade maakt het verschil door eigenlijk mens en milieu opnieuw centraal te stellen in de economie. En wat wij willen doen is eigenlijk de wereldhandel vermenselijken en meer respectvol maken. We hebben er allemaal baat bij. Met Fairtrade Belgium willen we bijdragen aan een positieve spiraal, een positieve dynamiek. Waarbij iedereen eigenlijk zijn rol speelt en iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Consumenten kunnen dat doen door op politiek vlak eigenlijk druk te gaan uitoefenen, maar uiteraard ook door duurzaam te gaan consumeren. Bedrijven die kunnen en die moeten verantwoording opnemen voor een impact op mensenrechten en op het milieu. En de overheid die maakt de regulering, die maakt het beleid, dat uiteindelijk mensen kan aanmoedigen om duurzaam te consumeren en bedrijven om hun impact op het milieu en op mensenrechten te verantwoorden. Daarom vinden wij het van belang om die verschillende actoren met elkaar in contact te brengen, in plaats van te zeggen van ja, het is nu die of die moet ageren. Nee, het is allemaal samen in een positieve spiraal.